Ik ben Yara en ik ben genomineerd voor Geneeskundestudent van het jaar. Tijdens het doen van mijn masteronderzoek naar hevig menstrueel bloedverlies kwam ik tot de conclusie dat er nog veel onwetendheid en taboes heersen rondom menstruatie en menstruatiearmoede. Om de hevige menstruaties aan te pakken heb ik een symptomenchecker gemaakt wat aantoont wat nou hevige menstruaties is en wat je eraan zou kunnen doen. Deze is goedgekeurd door artsen in het Erasmus en vertaald in 3 talen. En zo hoop ik dat vrouwen laagdrempelig naar de huisarts gaan en niet maar hun klachten blijven normaliseren. Tegelijkertijd de menstruatiearmoede, wat ook in Nederland nog een groot probleem is. Want wist u dat bijna 1 op de 10 vrouwen te weinig geld heeft voor menstruatieproducten zoals maandverband en tampons? Om dit aan te pakken heb ik met studentenorganisatie IVMC Rotterdam een inzamelingsactie gehouden waarbij we ruim €2800 hebben ingezameld voor menstruatieproducten. En om met een meer structurele oplossing te komen is het me gelukt om een kastje op te hangen in het damestoilet op onze medische faculteit waarbij we nu gratis menstruatieproducten uitdelen. Dus stem op mij en support de strijd tegen menstruatiearmoede.